level. Yo, what up peoples, welkom bij een nieuwe stream van yours truly, MC The Tick. Hoe gaat het met iedereen? Het is vandaag zondag 29 januari 2023. Vandaag is het multiplayer dag, multiplayer stream. Niet geen multiplayer zondag. Was het maar mooi om daar alvast een dag van te maken, maar dat is alleen maar toekomstmuziek, I guess. We gaan vandaag Mario Kart 8 spelen. Yeah, yeah. Mario Kart 8 Deluxe Edition op de Nintendo Switch. Het is alweer een tijd geleden dat ik het heb gedaan. Het is tevens de eerste Mario Kart stream van het jaar. En weet je wat nou zo leuk is? Los van het feit dat... het is niet zozeer... Het is leuk, maar... laat het zo zeggen. Het is leuk dat we het gaan spelen, maar we gaan het niet op de traditionele manier doen. Wij gaan het namelijk in online met andere spelers wereldwijd lekker vroemen. Yes, het mooie is wel dat dinsdag, dat is de 31ste van januari, opnieuw Mario Kart gestreamd wordt, maar wel met de homies, je weet toch. En ik heb al meegekregen dat een aantal gaan meedoen, dus dan is dat echt super relaxed, je weet toch. Maar vandaag is het echt gewoon online met andere peeps, you know what I'm saying? Op deze beat. Oeh, deze beat is zo para, man. Oeh. Even, ik zet hem even wat harder. Yeah, 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 oh, yeah, yeah. Oeh, ja man, hij is vet. I love this one. Hey, maar jongens, hoe gaat het met jullie madders? Ik hoop dat het met jullie madders goed gaat, net als de mijne. Het gaat gewoon fresh, je weet toch. En daarnaast, Mario Kart, jongen, ja. Een franchise die natuurlijk al 30 jaar... 31 jaar om bijna te zeggen geliefd is in onze wereldwijd, je weet toch, in onze hoofdjes en gaat ze maar door. Wat moet ik ervan zeggen? Ik ga niet de hele uitleg geven van Mario Kart inhoud, maar wel van, hey, het is binnen minute, man. Het is binnen minute dat we deze game tenminste online hebben gespeeld. We hebben wel, dat is wel leuk, het is niet de eerste keer dat ik Mario Kart speel dit jaar. Ik heb op nieuwjaarsdag de game gespeeld.
Maar niet gestreamd, omdat het gewoon voor mij gewoon altijd de dag is dat ik helemaal niks ga uitvoeren. Het is gewoon een dag van de dag van het niks is, zeg maar. Dus hebben we het gewoon lekker als start van het jaar gedaan. En het was echt een super vette sessie. Want we kunnen nu natuurlijk tegenwoordig met de nieuwe update custom items doen. Dus je kan werkelijk alle items die voorkomen in de game, kan je aan of uitzetten. Zodat je gewoon een hele gekke, gewoon een hele andere sessie krijgt. Dus bijvoorbeeld een race met alleen maar bullet bills of sterren of bliksem of golden mushrooms. Of je doet het gepaard met andere items, weet je. Je kan het zo gek maken als je wil. Het is natuurlijk voor jou of voor iedereen de vraag. Wat is nou precies heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen? Wat is nou heel erg handig en gemakkelijk om te doen? Maar het is ook weer leuk om te experimenteren, om te zien wat wel werkt of niet. Nou, zoals ik al zei, we gaan lekker online induiken met andere spelers wereldwijd. Dat betekent dus ook dat iedereen die kijkt, iedereen die mij volgt, iedereen die wat ziet, die mij tegemoet komt, zeg maar, in de game. Whatever het mag wezen, even gewoon geroepen. Jullie zijn allemaal welkom. Ik heb namelijk mijn Nintendo Switch code heb ik vastgepind in de chat. Zodat wie er wil meedoen, mij gewoon mag toevoegen. Stuur een verzoek, ik accepteer het. En dan kan je gewoon lekker meedoen. Laten we er lekker een hele community, een sterke Mario Kart sessie houden, man. Ik zie wel dat de maat van mij aan het racen is. Omdat hij waarschijnlijk, ik weet niet of hij ziet... Volgens mij heb ik hem wel verteld dat ik aan het streamen ben. Maar ik weet niet zeker of dat de intentie is. Of hij wil gewoon even gewoon zichzelf even opwarmen om te spelen. Want qua blijkelijk is hij ook gewoon in een online sessie. Gewoon in een global session, je weet toch? En jongen, gewoon lekker erin duiken, weet je. Kijk, ik moet je wel zeggen. Stel je voor dat er echt een hele... Men kan gewoon joinen, dat is de issue niet. Join gewoon mee, weet je. Maar het mooiste is natuurlijk als we in een private sessie zitten. Waar mensen gewoon lekker zich kunnen aanschuiven. Maar zoals je weet, voor nu kan ik nu niet binnen nu en 10 man... Binnen nu en een kwartier 10 man gewoon... onder mijn wing hebben om mee te doen. Dat gaat gewoon niet zo snel. Dus ik doe het gewoon even op deze manier. Ik doe het gewoon even op deze manier. En dat is niet erg. Want deze game, gelukkig is dit een super gewilde game. En eigenlijk een super populaire game. En wie gewoon een Switch heeft en houdt van een potje racer. Ja, is altijd natuurlijk leuk om even te joinen. Sorry dat ik zit elke keer met te focussen op die... Wacht even hoor, ik doe even het scherm. Anders zit ik me te focussen op de naam van die maat van mij die aan het spelen is. Daar moeten we even kijken. Ja, dus zoals ik zei. Nogmaals, wie wil meedoen? Stuur een verzoek. Ik voeg je toe. Ik accepteer het. En dan kan je lekker meedoen in de sessie. Ik duik gewoon in een random sessie global. Dat ik met verschillende gasten wereldwijd of verschillende... En dan gaan we zien tot hoe ver we ervoor houden. Want ik ga niet zeggen dat ik gewoon de meeste plussen ben in Mario Kart. No, Moola B. Shout out naar Moola B. Den Haag represent, weet je. Je weet het, want ik kom ook uit Den Haag. Anyway, laten we hopen dat we... Laat alles gewoon lekker goed verlopen. Dit is ook een goede voorbereiding voor de sessie aanstaande dinsdag. Maar dan met de homies, weet je, dat gaat ook super lachen worden. Het was echt apart, want iedereen... Monster Hunter Rises, weet je, is uitgekomen. En dat is zeg maar nu een beetje... Dat is nu de activity van de crew. Dat is gewoon zo. Dat is echt niet normaal. Deze game... Ook met Monster Hunter World toen het uitkwam, dat was gewoon de verslavende factor. En Rise is natuurlijk op de Game Pass. En wij allemaal in de groep hebben een Xbox. Dus dan kunnen we dat per direct spelen, weet je. En ja, dat is het gewoon nu. Maar ik heb wel weer gehoord dat iemand anders die Monster Hunter totaal niet speelt, wel
helemaal into Call of Duty is. En graag morgen wil meespelen. Eentje heeft al ja geroepen. Ik weet niet of ik een van ze word. Of ik de ander word, dat weet ik niet. Het is maar een beetje de vraag hoe de dag gaat verlopen. Maar sowieso dinsdag. Hé. Hey, dan gaan we lekker Mario Kart bossen. Je weet toch. Rechte vuist. Poep. Weet je. En het is ook nog zo dat 9 van de 10 keer we om 8 uur beginnen. Dus de stream zal ook... De stream zou ook zo vroeg wezen, you know what I'm saying? Weet je, we, ja, laat Everytime gewoon lekker lekker super lachen worden. Want we weten allemaal, hè, we zijn hier altijd gekomen om classics te maken in Mario Kart. Dus dat betekent dat als wij weer met de homies gaan racen, we moeten minstens kunnen lachen, minstens gescheld horen, minstens gevloek, of gescheld, minstens prachtmomenten, dus epic moments, maar ook epic fails. Alles zit er gewoon bij. Dus dat kan je gewoon niet omheen, je weet toch? En ik blijf maar gapen, want ik heb even wat gedronken. Heb ook wat boodschappen gehad en ik heb... ik zeg je eerlijk, ik heb zeg maar van die proteïne yoghurt, kwark en yoghurt erin gekocht. Die heb ik... niet dat ik dat regelmatig drink, maar ik ga er wel goed op, man. Die proteïne shizzles. Altijd wel goed even om je lichaam wat proteïne te geven. Zo van, oh, ik zou echt niet zeggen dat je proteïne zou geven, weet je toch? Maar maakt niet uit. Na de stream, voordat we gaan afsluiten, alvast dat ook te hebben geroepen, ga ik de schedule maken. Want ik ben er nog niet van gekomen. Nou ja, omdat het nog niet het einde van de week is met deze stream. Dat gebeurt dus na deze. Ga ik gewoon de streams, de dagen invullen, de streams, et cetera. Want het wordt sowieso... het worden er niet zoveel als deze week. En dat heeft puur te maken dat ik het wat drukjes ga krijgen. Dus ik moet even alle tijd spenderen aan het voorbereiden voor school. Want ik ga weer afstuderen. Dat is dan een week later. En ik... Oh ja! Dat is ook even tijdens het maken van de schedule. Ga ik ook natuurlijk vertellen wat nou precies voor... Wat voor invloed dat gaat hebben op het streamen met afstuderen. Of een beetje. Want dat moet gewoon echt afgerond worden. En daar ga ik er gewoon voor zorgen dat deze... Dat het streamen wel verloopt, maar niet volgens, maar gewoon wel op een andere wijze. Gewoon even op een wat low-key manier eigenlijk. Ik verklap het al een beetje, maar nog spang, maakt verder niet uit. Weet je, we gaan wel, we willen wel gewoon consistency laten zien, maar wel rekening houdend met dat het niet super regelmatig gaat gebeuren. Totdat ik gewoon echt die drukte achterwege heb en me meer kan focussen op het streamen. Want dat gaat gewoon, dat wil ik nog steeds voortzetten. En wie weet wat er in de toekomst nog qua drukte verder gaat gebeuren. Maar voor nu is het de periode van school. En dat is namelijk een periode van 18 weken, man. Maar nogmaals, dat wordt allemaal aan het einde van de stream verteld. Yes. Nou, without further ado, zoals ik heel vaak zeg... Gaan we lekker beginnen. Oh, ik zie al dat ik... wanneer gaat er nou eens een dag? Wanneer komt er nou eens een dag dat ik gewoon even fatsoenlijk... Ja, sorry hoor. Ik denk... Ja. Dan gaat het eens even goed. Maar toch weer niet. Nee, helemaal niet. Sorry, dat was echt mijn fout, man. Dat had gewoon puur te maken dat de resolutie te hoog stond.
Ik had hem op 1440p gezet. Terwijl de game natuurlijk full HD is. Dat is echt een fout van mijn kant, man. Ai, cool, cool, cool. Yeah, 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 yeah. Zo, laten we maar gaan beginnen, hè? Mario Kart! Yes! Man, als ik elke keer aan deze franchise denk, en zeker aan dit deel, wat voor hoeveel uren, maar ook hoeveel plezier ik eraan heb nog steeds aan besteed. Het is crazy. Het is echt crazy. Zo van, bro, hoe dan? Hello. Je weet het toch? Goed, nogmaals. Ik ga gewoon een sessie zoeken. En waarschijnlijk, het zal me niet eens verbazen als ik op Spectate ga staan. Maar je weet maar nooit, je weet wat ik zeg. Maar wie wil meedoen in mijn sessie? Of in de sessie waar ik in bevind? Voeg me. De friendcode staat vastgepind. Voeg me toe. Ik accepteer je. En dan gaan we gelijk aan de slag. En kaboom. Oh, wacht. Ik moet wel even opschieten. Sorry ervoor. Uit. Oh, ik zit er al gelijk goed in. Gewoon waterpark. Oh, ik ben de enige met waterpark. Dat is leuk. Ja, maar let's straight out the gate, man. Laten we maar gaan beginnen. Shout-out nou ook naar alle lurkers. Ik zie jullie. Je weet toch. Ik zie jullie. Je weet toch. Represent dat ding. En let's go. Let's some race. Even kijken. Zweedse peeps. Frans. Duits. Amerikaans. Engels. Oh man. Hey, luister. Ik ga jullie alvast zeggen. Duitsers zijn gevaarlijk, joh. Duitsers zijn gevaarlijk, man. Ik maak geen grap, bro. Oh, iemand heeft gewoon de juice. Altijd leuk, zulke benamingen, jongen. Altijd belangrijk met deze game is de driften goed te handelen. Zeker als je... Hoppa. En zo te zien doet die Pablito het heel goed. Ja, altijd gewoon een fatsoenlijke... Oh! Netjes hoor. Ja, het is altijd van binnendoor, hè. Altijd gewoon even... Oh my god. Ik zie ook maar hoe deze game... ook voor heel veel verbazingwekkende dingen, hoor. Die Pablito die rijdt stabiel, hoor. Ik zeg je eerlijk. Ook wel leuk om dat op deze manier te zien, hè. Serieus, hoor. Ja, ik denk, nee. Dat is... Ja, die speelt het echt super smart, maar ook gewoon stabiel. As I was saying. Het leuk zijn als ik... Oh, een bom. Oh, ik zag niet eens die... Ik zag geen eens die... Ja, weet je wat ik zo jammer vind altijd met... Altijd zo jammer vind met de ster. De ster lijkt echt super... Je zou bijna zeggen dat de ster overpowered is. Maar de ster is echt gewoon... Dat is hij niet. Als je echt met ijzersterke mensen speelt, geloof mij, die ster staat geen fuck voor, man. En zo zie je maar dat ik gewoon vanuit de zijkant werd genakt door een groen schild. Plus het feit dat ik nog, naar mijn idee, niet eens keek, zag dat er een rood schild op me afkwam. Ja, en dan krijg je dit, hè. Nou, je ziet al gelijk dat het wat drukker is. En ik zit nog steeds te wachten op de peeps die willen meejoinen. Het zal natuurlijk mooi zijn als er genoeg mensen joinen dat ik gewoon een private sessie maak. En dat we daarna, dat iedereen vanaf daar gewoon shit naar binnen kan springen. Dat is wel cool. Want je kan namelijk geen private sessie houden in je eentje. Tenzij je nog... Tenzij je... Nee.
Tenzij je minimaal twee spelers hebt. Dus de host en nog een andere, of course. Dus ja. Jammer, maar goed. Anders zou het wel leuker. Ja, het zou wel voor mij dan. Weet je, tegen CPU, dat staat niet super veel voor. Moet ik het dan wel weer zeggen, maar met echte spelers zo. Dat is wel weer een challenge. Dus dit is even maar, even kijken hoor. Opa Bluto is er weer nog steeds. Zo. Ja, jongen. Oeh, jammer man. Ja, ik moet je echt eerlijk kijken. Ik zeg niet zozeer dat... hoe moet ik het zeggen? Ik zeg niet zozeer dat mensen... Niet... dat het een schande is dat... Ik zeg dat nooit trouwens. Dat het een schande is dat men niet tijdig weet hoe ze gewoon een boost kunnen nemen. Maar het lijkt net alsof... Zeker voor de mensen die vaak spelen, lijkt net alsof ze niet weten wat de exacte timing is. Ik heb zoiets van, ja, ik weet niet. Ja, bij mij is het zo op de, zo in de paplepel ingegoten. Dat ik even, oké, als ik het vanaf dat moment doe, boom, doe ik het zo. En een shout-out naar jou, oh meneer Dikkert. Heel erg bedankt dat je er weer bent. Hoe is het met je broeder? Ik kan je nu even geen shout-out geven, want ik heb mijn handen vol. Want ik speel nu echt online, ik speel online met echte spelers deze game, weet je. Dus ik kan wel voor je pauzeren, maar de game gaat gewoon nog rustig door. Je weet toch? Maar ja, dat is all good, you know. All good, all good, all good. Dus ja. Oh, joi, joi. En een bliksem. Ja, ik doe mijn best hoor. Het is altijd goed om je rust te behouden. En vaak, en ik weet gewoon van mezelf, als ik gespannen ga spelen, dat ik echt onnodige fouten ga maken. Dat kan ik je nu al zeggen. Kijk, en dan moet er gewoon een... Dit is toch niet te geloven? Kijk, zie je? Dat was online voor je, man. Dus, hoe getimed flik je gewoon? Hoe getimed flik je gewoon een item van me te jatten? Het is echt ongelofelijk, hè? Ja, het is wel... Hoe getimed doe je dat? Die gaat het heel slim aanpakken. Oh. Oh nee. Ja, dat had ik meer dan verdiend. Oh jee, die gaat... Ik had hem misschien kunnen inhalen. En ik sta derde. Op het laatste moment. Nu ga ik... Ja, dat is... even kijken, even een shout-out naar jou, meneer Dikkert. Zo zie je maar, hè. Ik dacht leuk te doen door een shortcut te nemen, terwijl het de eerste twee rondes goed ging. En dan val ik... Nou, ik, wel in mijn voordeel ging ik, werd ik geholpen. Maar op het laatste moment word ik toch echt dat laatste... Dus er waren kleine momentjes. Dus die dat moment van... Ik kreeg een rood schild, terwijl ik een banaan achter me had. Dat werd gepakt door een spook. En vervolgens... Nou, iemand had, er kwam een blauw schild. Diegene had de toeter. Poep, weg. Hij nam een shortcut. Ik dacht die shortcut te nemen, maar ik ging veel te vroeg. Ik nam het veel te nauw. Nou, word je geholpen. Dan denk je te gaan zweven bij de, naar de finish. En diegene een Yoshi achter je die nog, misschien nog achterblijft op het laatste moment je inhaalt. Ja. En dit is long time dat ik zoiets heb gehad. En dan sta je, ja. Tering. Ik vind alleen, ik weet niet, nee, dit is gewoon een sessie, je zit er gewoon in. En dat wordt gewoon zelf bepaald. Het is niet dat ze gaan zeggen, nou, we gaan even die item weghalen en die. Je kiest je kan kiezen uit drie banen en alles zit er gewoon in. Dus F you all. Ja, en dit is dan weer gelijk de gevaar. Op het moment wanneer je geen fucking item hebt. Maar ja, goed, tegelijkertijd. Nou, iemand is geraakt door een rood schild, dat is duidelijk. En ik ben zelf waarschijnlijk. Oh, iemand had gewoon twee rode schilden. Drie zelfs.
Als 3 rode schulden werden gevuurd, dan betekent dat er 3 rode, dat iemand 3 rode schulden had. Of diegene had zoveel pech, de een kon en de andere na. Dat kan natuurlijk ook. Ja, joh. Het is allemaal nog de 150 cc. Tenminste, zo voelt het wel. Dan moet het zijn dat het... hoe heet het? 200 cc aanvoelen, zeg maar. Volgens mij... Dat is gevaarlijk. Nou ja, ongeveer. In de verte gooien. Punten worden wel gelukkig verdiend, dat is mooi. Dus dat is een goed teken. Het is trouwens een nice DLC-baan. En ik hoop echt dat de... daar komt hij. La 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 la, hoppata. En vaak komt er gelijk een bliksem achteraan. Oh, jeetje. Jammer dat... Oké, kijk, hier heeft deze man gewoon... Dat was niet slim van je pik. En toch... Oh, lastig. Maar dan word ik toch gehit. Oh, en dan word ik ingehaald. En gelijk... Oh, joi, joi. Oh, wat zuur zeg. En je staat vierde. Ik had... Als dat rode schild me niet had geraakt, had ik nog tweede kunnen staan. Maar wel vierde. Punten zijn verdiend, though. Punten zijn verdiend. Dus dat is dan wel weer goed. Weer die eerste plek niet kunnen behalen, man. Dat deed ik. En ik reed nog vrij vlot, man. Oei. Jezus. Ik hoop dat het met meneer Dickert goed gaat, want... As usual geeft hij me weer een shout-out en dat komt... En dan geef ik het weer terug. En oh, kijk. Zie je? De homie van mij, Evil Prime, is gejoined. En hij was nog... En ik zag hem niet meer online, dus heeft hij zoiets van, weet je wat? Ik kom er maar gewoon bij. Kijken hoe we het gaan doen, man. Want ik... Ik kan wel, hij zit wel in de party, ik kan wel joinen, maar dat gaat hem niet worden, want ze spelen Master Hunter. En ik wil wel talkative zijn. Ik heb het één keer geprobeerd met, Overwatch 2. Nou, dat ging niet. Dat ging zo niet, jongen. En ik was zo het spel ging al niet lekker, dus ik werd nog extra geïrriteerd. Ja. Nou, gelijk de bananen, jee. Oké, oh wacht, ik zie 2 Mexicanen. Oké. En dan val ik naar beneden, want waarom niet? Ik sta gelijk 9e. Want zo gestraft word je in deze game, of course. Maar dat is niet erg. Je weet waarvoor je het doet, broeder. 2e stuk. En 6e plek. Ik denk dat dit waar... Hoeveel pauze? Blijf je natuurlijk nou zo gaaf, man. Hoppa. Ah, super. Ze hebben dit echt mooi gedaan, hoor. Ik was eerst heel erg... Ik was heel eerlijk gezegd huiverig. Maar nee, hoor. Het is super tof gedaan. Oh. Oeh, dat was mooi. Oh my god, nou. Had je gezien? Ik kreeg gewoon echt met heel veel haat blauwe schilder tegen mijn knaar. Oké, kijk. Dat is mooi. Ja, dat is helemaal mooi. Ja, wel gaaf, man. Vijfde plek. Ik stond tweede, godgroeien. Hadden ze me gewoon niet wat groenlijks kunnen geven? Super dik, man. Woe! Ja, man. Dan ga ik... Maar los, man. 5e plek. Wat doet hij nou? Waarom remt hij af? Oké, dat is apart. Hij remde gewoon af, man. Fucking...
Ja, hier, weer punten verdiend. Hotza, 3000 punten. Oh, zijn nu weer wel minder man. Hey boys, wat zijn, hey boys en girls, wat zijn jullie man? Ik, weet je, het is zo apart. Ik zeg, wanneer ik het niet doe. Het is wel, wanneer ik het niet doe. Wanneer ik niet mensen uit, wanneer ik de deur niet open doe voor de kijkers. Om mee te doen. Is er van, hey, komt iemand binnen? Hey, kan ik weer? Komt niet heel vaak voor, maar het is wel voorgekomen. Deur is open, jongens. Let's go, man. Jullie zijn welkom, man. Come on, come on. Where y'all at, man? Ivo Prime, de homie, is er. Ik heb niet eens gezien hoeveel plekken stond je. Nou ja, kwestie van terugkijken, natuurlijk. Dat is op zich geen probleem, ons. Jee, toch? Dus, mijn. Ik hoop dat we... kans is klein. Nee. Oh, toch wel. Nice. Of met de Vivo Prime. Oké, ja, moet... Ja. Het is niet dat we veel met echte mensen online spelen, maar je ziet wel wat voor experience. Het brengt wel een experience met zich mee, weet je. Dat is gewoon vet. Tja. Gewoon dood, weet je. Tja. Hier moet je gewoon in hoop van zegen. Een fatsoenlijke... Ja, kijk hoe ruthless, jongen. Kijk hoe fucking ruthless. En met de vraag van jongens. Kijk ze. Oh, jee. Banaantje, jongen. Man, die Frans... Die paar... Oh, jee. Man, jongen. Zo, die was mooi. Ah! Vuurbal. Domme. Oh, zo. Gierig. Oh, dankjewel voor die post. Lastig. Oh, joi. Hoe dan? 8e, 9e plek, jongens. Goddomme. Wat een gevaar. Ja, deze ga ik recht tegen mijn neus aan krijgen. Oh, ik zie Evil Prime voor mijn neus. Easy, man. Wat ja, je, als jij... Oh, kijk. Mooi. Sorry, Evil Prime. Gelukkig is het mooi als je nog een beetje... Oh, hij heeft wat geholpen, zeg. Oké. Okay. Oh, man. Wat? Even zie je het zelf met de padders doen, dan denk ik van gozer. Doei! Lastig! Ik wil wel even wat meer naar voren staan als je het niet hebt, hè? Hey, donder op! Weer. Ja, ik ben niet eens gespannen, maar migadom, man. Oh, kijk. Alles goed. Wauw. Neem me nou eens een... Wooi, jeetje, man! Elfde. Gewoon tiende. Nou, dude, hè? Nou. Ik weet niet hoeveel punten... Nou, niet veel verloren, dan. Maar damn! Gewoon fucking tiende door... Ja, dat geweld van sterren... Sterren vooral... Nou, geen eens bullet bill, dat viel nog reuze mee, joh. Man, jongen, dit is echt... Ja, dit was super chaotisch, joh. Het ging nergens over. Echt insanity zelfs. Krijg je nou het ene weer, joh.
het nu wat beter gaat. Oh, Shy Guy Falls, mooi. Oké. Tiende plek, jongens. Dit is een hele toffe baan. Dan word je gelijk. En dan kan je gewoon voor alles verwachten. Achtergooien. Sta je derde, denk je leuk. En dan krijg je een rood schild tegen je knar. En voordat je het weet, sta je juist. En dat gebeurt direct. Nee, dat doen we niet. Mag ik weer van die achterlijke fouten. Gehit worden, genakt worden, alles, jongen. En dan probeer je een soort van te manoeuvreren, maar die gasten, jongen. Blijkt dat het gaat. De snelheid is ook. Ik weet niet waar Evil Prime is, maar. Volgens mij probeert hij ook een beetje zichzelf. Te redden, maar. Het rijdt. Oh jee. Het is toch niet te geloven. En zie je, ik stond derde, hè? Ik stond derde. Kijk hoe de fuck je wordt verpulverd van derde naar tiende binnen fucking 10 seconden. Take it or leave it. Take it or leave it. Weet je, fuck you. Hier. Take it or fucking leave it. Weet je, je krijgt het hier. Oh, ik krijg nog wel een boemacht tegen mijn haars. Ja, jongen, that's it, jongen. Take it or leave it. Wegwezen. Je kan de pestpleuris krijgen als je denkt dat het. Hier. Hoppata. Mooi. Ja hoor. Kijk. Zie je? Vijfde plek. Je hebt een ster. Hij heeft een paddenstoel. Je mag de pestpleuris krijgen, jongen. Weer een Frans man, joh. De tering, man. Ascorp. Ja. En die bleef wel. Ja, die bleef lekker consistent. Krijg toch geen weer, joh. Ik heb niet eens. Ja, weer niet gezien welke plek. Koopa City. Ik vind Slaap Benoemen altijd een hele toffe baan. Ik weet niet waar Evil Prime nu aan denkt, maar die man denkt echt van, jezus man. Deze mensen spelen tanto irritant, you. Ongelooflijk. Echt niet te filmen. Ja, ja. Nogmaals, shout aan alle lurkers. Chili, je weet toch. Lux in the build, you know what I'm saying? En let's get it poppin', son. Oh, kijk. Ai. Lamp. Oh, mirror mode. Oeh. Oei, oei, oei. Ja, dat kan gebeuren, hè? Scheizer. Sorry. Dat was echt een smerige boer. Man. Hop, let's go. Let's go. Ja, natuurlijk. Weer een rood schild en je bent gelijk de sjaak. Ja,
weer. Als je, je, kan, je, je zou je kunnen afvragen, zeg maar. Oké. Zoals ik al aangaf over de vierde DLC wave, die hopelijk in maart uitkomt. Dat zal super dik zijn, je weet toch? Want ik, we weten al, nou ja, degenen die natuurlijk hebben gevolgd weten dat we nog steeds dat we geen GameCube-banen hebben. En dat is namelijk de enige. Dat is, ik ben, jongens. Oh, joi. En weer moet je gasten. Ongelooflijk. Ik ben niet eens aan. Oh, ik wou net zeggen. Ik ben gewoon aan het driften, jongens. Vijfde plek. Rick die nog steeds voor mijn neus rijdt. Godverdorie. Zorg voor je rijdraad. Godverdorie. Het is zo. Voor de beel. Ja. Als ik alsof ik niet verder kon dan vijfde plek, doe ik deze met niemand. Brada. Hoppa. Vijfde. Nou, hopelijk dat ik eens een keer eerste ga worden, man. Ivo Paas had gewoon derde. Sweetness. Het wilt hem niet worden, man. Het wilt hem echt niet worden, man. Ja, jezus, Mina. Jongen. Ik had nog in het begin nog kans, maar nu, zeker door al dat geweld, weet je, van items, man. De krijg je nou het ene weer, joh. Nee, we gaan gewoon door. Zo is het ook van belang dat je gewoon strategisch moet proberen te spelen. Dan heb je zoveel items, maar gebruik van alle zijpaadjes die je maar kan bedenken. Zo heb ik die laatste, had ik een shortcut kunnen nemen voor de finish. En vijfde kunnen staan. Anders werd het wel heel erg rumoerig. Maar ja, ik wil alleen die consistency houden, man. Ik bedoel, ik wil gewoon tenminste één keer eerste zijn geweest, weet je. Dat zal leuk zijn, maar. Sherbet Land, oké. Weer Mirrod. Oh, jongen. Oh, ja, we... een Italiaan nog erbij. Ik weet nog toen ik Mario Kart Wii speelde. Op online, weet je. Was het echt zo, was het zo speciaal om te zien tegen wie je tegen. Uit welke landen al die spelers vandaan kwamen. Dus op een gegeven moment zie je gewoon van. Oh, wacht! Ik zie iemand uit Brazilië. Iemand speelt vanuit Korea. Bro, dat was echt een belevenis, jongen. Dat was niet normaal. Als ik met mijn broertjes gespeeld heb, dat we echt heel hard moesten lachen. Als we namelijk Brazilianen zagen, en het waren er twee. Dat van ja, het waren waarschijnlijk Braziliaanse hoeren die moesten spelen voor een pooier. En verloren kreeg ze één klapper van je welste, weet je. Ja, dat was, weet je, zulke dingen, ja man. Lovely memories, man, lovely memories. Ik kan er echt enorm van genieten. Natuurlijk, zie je, weer maak ik die car mistakes. Dit is trouwens van de Q. Een hele gaaf verhaal trouwens. Rijdt niet even. Waarom rijdt hij eromheen? Nu ga ik hier naar de gozer. Oeh! Oh! Man, en gelijk. Wat geweld, jongen. Ik
Oh, zo. Double, jongen. Geweldig. Zevende plek. Alleen omdat ik tegen iets aangenomen. Maak je dezelfde fouten? Ja. Hier is iets van fuck jou. Hier zo. En een rood schild. Oh jee jee jee. En dan zei ik direct. Wat ik? Zei je per direct. Fucking. Het maakt niet uit wat je gebruikt. En je zevende. Ik blaas hem met mijn paddenstoelen. En nog steeds. Nou. Ja, dit zijn vervelende mannetjes hoor. Tering Jantje. Poeh. Maple Treeway. De Wii-baan. Een van de prachtigste banen van de game. Van de franchise. That is... on me. Met gemak, zeg maar. Je toch? Tja. Ik hoop dat... Oh, laat me even een promo doen op Insta. Nu gewoon even zo. Ja, ik zit ook naar live te kijken, zonder geluid. Oh, Maple Treeway. Maar daar heb ik gelijk een promo erin gegooid. Ben je hier voor Mario Kart? Zo kun je het op deze manier ook doen. Gebruik maken van. Let's go! Ik zeg voor nu derde, maar voor hoe lang? Maar voor hoe lang? Wil man. Dat is wat je wil, man. Ga maar naar beneden. En waarschijnlijk... Oh, en ik maar denken dat hij een shortcut had gevonden. Het is niet te geloven. En gewoon een boomerang. Kijk, en dit is wat ik... Bro, ik... Luister. Eén ding kan ik jullie zeggen... Je denkt van waar komt die frustraties van vele mensen vandaan, geloof me. Als jij echt 3 freaking items achter elkaar tegen je smoor krijgt. Bro, je woede, jongen. Stond ik even voor, lekker voor van. Oh, Spanjaard. Oh, voet er gewoon een paddenstoel eruit. Ja, dat weet ik niet. Hier. En denk van, uit! Faya man! Even een mooie drift. Hoppa, uit te pakken. Naar links. Ja. Ja, ik kan ook vervelend doen, hè. Ja, sorry. Ik zit gewoon in mijn bloed. Soort van. Yeah. Wat heb je daar heel wat aan? Oké. Focus verder. Banaantjes. Lekker man. Oh. Een inkt. Dat is ook leuk. Ik weet niet wie dat zijn die voorrijden, maar die rijden echt enorm dicht bij elkaar. Battelen, man. Ja, die rijden echt ver voor. Ik
ben ik aan het doen? Krijg je ervan hè, als je niet oplet. Oei, oei. Dat meen je niet. Jongens. Oh, wat kut. En toch sta ik vierde, omdat iemand... Ik kon derde staan, maar iemand had een boost. Oh, joi. Het is me echt niet gegund. Het is me niet gegund. Het is goed voor de punten. Maar mi gado man. Oh, joi. Het is me niet gegund om voor de fok is derde te staan. Het jongen. Kom joh, man. Ah. Jongen. Ja, Evil Prime ging ook niet helemaal lekker met jou, jongen. Yo, what is going on? Beetje vertrouwen, hoe is het, broeder? Laat me je even een shout-out geven, mijn. Shout-out naar een beetje vertrouwen. Ja, gozer, we zijn hem lekker aan de Mario Kart, man. Ja, gaat ook zijn gangetje, mijn. Check zijn stream, want deze man is ook lekker bezig met volgens mij gaat hij vandaag ook streamen. Iedereen in de chat gaat betaald. Check zijn stream, check zijn stream. Wil jij een... heb je zin in wat toffe content? Gelukkig heb je altijd zin in toffe content, toch? Dus check het zeker. Ja, maar lekker aan de Mario Kart, man. Ik denk, nou, er gaan best wel mensen binnenstromen om mee te joinen. Want ik heb mijn friendcode ook gewoon gepint. Maar niemand heeft nog respawn, man. Wacht, nog steeds. Of zijn ze allemaal aan het duiken? Zijn ze allemaal aan het duiken? Ik hoop er niet voor, zo, hè. Of is het gewoon, hebben ze andere dingen aan hun hoofd? Andere dingen aan hun hoofdje. Hey, Grommel Volcano in fucking 200cc. Ja, wat moet ik zeggen? Waarom? Waarom moet je... De hele tijd ben je er niet? De hele tijd ben je niet, heb ik een fucking paddenstoel, moet je het gaan kapen. Wat een hond, jongen, die kutspook. Ongelooflijk, mijn. Nou, deze pak je niet van mij, hoor. Rot op. Hé, hey, wegwezen. Achterlijk gehouden. Hier, bliksem. Lekker, man. Lekker bezig, jongen. Man. Nou, als het geen Duitsers zijn, zijn het Fransmannen. Wat deed ik? Je mag geen grap hoor. Ja. Sowieso, de hele squad is gewoon pittig. Ja, squad is echt pittig, hoor je span. Oh, vuurballen, jongen. Trouwens, is soundcomment erin knallen. Vuurballen, jongen. Hoppa, bananenschoen, kolomaars. Nee. Oh my god. En dan word je zo genakt met een... Omdat je op modder rijdt. Ze zijn gelijk vijf, hoor. En die hebben zoiets van, nee. Jij, kijk je, K-Italianen. K-Italianen. Die weer moeten. Oeh, kijk, dat is leuk. Dat is leuk. En dat is leuk. Maar dit niet! En gelijk sta je zesde omdat je fucking een rood schild tegen je aas krijgt. Waarom niet? Jezus, jongen. En gelijk, jongen, gelijk. Je kamers wordt gebied again. En een spook! En een fucking spook! Vierde plek, though. Dat is mooi. Nog steeds geen derde. En weer moet een spook op het moment dat je die
dingen nodig heb kapen. Dus eerst een paddenstoel, jongens. Jullie hebben het gezien. Eerst een paddenstoel. En daarna had je 3 groene schilden om wat te kunnen doen. Want 2 motherfuckers voor je reden. En wat gaan we doen? We gaan lekker gewoon al die fucking schilden kapen. Om jouw Mars te pesten. Again. Jezus, bra. Dat is wat Mario Kart met je doet. Wanneer het een beetje vervelend... Wanneer het wat extra vervelend wordt. Wanneer het extra vervelend wordt. Wanneer je ziet dat je nog een kans maakt om die top 3 te halen. En dan gaan items, met name die klote spookje, weer fucking trollen, man. Ja, man. Dat is dat ding, man. Maar de punt is gelukkig punten gekregen. Gelukkig wel. Dus dat is dan goed nieuws. Het is alleen jammer dat het niet ten goede is afgekomen om het lastiger te maken voor die gasten, man. Ai. Maar die Fransen zijn goed bezig, man. Die Fransen zijn goed bezig. It's all good, man. Jongen. Oh, tik-tak-klak. Ik hou van deze, man. Ik hou van deze baan. Super dik. Oké dan. Let's go. En naar links toe. Kan het ook die strategie zijn van... Hey, waarom is dat nou niet gebeurd, hè? Kijk, krijg je een muntje. En wat krijgen de andere konijten? Die krijgen natuurlijk leuke harde, vieze items waar je oren van gaat klapperen. Of niet? Nee, dat is zo handig. Dat is perfect. Hoe scherp je ook mag zijn, het mocht niet baten. Het mocht niet baten, het mocht niet zo zijn. Shit, zo. Nee, dat was veel van koeien. Kijk wat er gebeurt, hè. Ongelooflijk. Nee. Dat doen we dus niet. Die doen we dus wel. Ja, en dan word je geraakt. Hè. De timing is zo prachtig. De timing is niet normaal. Het is... Die Nenu... Weer een rood schild, jongens. Kom op, man. Geef me nou eens een keer... Hey, de timing weer, jongen. Oh, weer een rood schild. Oh, nee, toch niet. Jemig, brada. En gelijk sta je vierde. Zit ik om in te stroppelen om die Fransman te halen, die Nena. Of hoe de fuck, Nenu, whatever. Ai, brada. Nou, jongens. Ai, man. Gewoon een schild en een fucking bliksem maakt die. Nee man, jongen. En zou die Fransman in alle eerlijkheid nog gewoon eerst staan? Ja, dat zal zeker het geval zijn. Ja hoor, zeker. En nou, jongen. Nee. Een overigde plek dood. Nou, joh. Ja, Nenu staat toch eerst de zomer, jongen. Die heeft het gewoon goed volgehouden. Dus wacht even. Dus iemand had een toeter. En ik word in principe gewoon van de baan weggesmakt. Ik word gewoon van de baan weggesmakt. Niet eens van, je wordt geraakt. Nee, je gaat gewoon naar links. En je plunt naar beneden. Oh, dope. Een Iron Man outfit. Helm. Dat is wel vet. Man, niet gadden, man. Ja. Oh, ja, shit. Even een slok nemen, jongens. Ik krijg nou het ene weer. Ah.
Nou ja, goed. Oh, Hyrule Castle. Ik ben gekozen. Beetje vertrouwen, ik weet niet of je er nog bent. Maar je hebt gezien wat voor pak slaag ik weer kreeg, hè? Ja, je ziet wat voor pak slaag ik weer heb gekregen met kolen. Je hebt zelf gezien, broeder. Gewoon gebitchmacked door een fucking toeter. Hoe hou je het voor elkaar, man? Oh, man, jongens. En nu denkt hij weer van, hey, ik ben er godverdomme weer. En die, ja, en gelijk een goed schild. Oh my god, van tweede naar achtste binnen 2 seconden. Ja, online, brada, dat is wat online met je doet. Ik kan blijven bitchen daarover, hier zou ik toch. Maar dude, het is absurd. Ja, ik denk gelijk, mensen, soort mooi. Banaan hier. Mooi. Iets achter mijn reet hebben, dat is natuurlijk wel gunstig. Nou, ik denk van, weet je wel, we gaan lekker snel weer hoppen. En een vuurbal. Gooi je is prima, hoor. Maar mik is. Oh, jeetje. En dan word je geraakt door je eigen schild. Dit is toch super dope, man, jongens. Dan denk je van, nou, ik ga wel dat die toeter vermijden. Nee, voor de volk word je geraakt door je eigen schild. God damn it. En dan sta je gewoon, hop. En dan sta je gewoon per direct 7e. En je hit nog een kolen. Nee, gelukkig. Ja, ik hitte wel een hek. Ik hitte een hek, dat sowieso, maar... Deze man rijdt zo ver voor, jongen. Ja, joh. Oh, ik had een shortcut kunnen nemen. Ja, en een rood schild. En... Oké, we zijn er. Ik weet niet of hij een toeter heeft. Oké, zo gaat. Dat ziet er zo uit, man. Je staat derde, je schiet. Nee. Ho, nee. Ja, jongens. Oké, derde plek. Yes! Nee, die Franso, die Nenu is tering lastig, man. Hij is echt goed, jongen. No jokes. Maar ik sta derde. Dat is mooi. Ik sta derde. Evil Prime zijn jammer genoeg aste. Jongen. Huh. We hebben Electric Dome niet gehaald. Peach Garnish, jongen. Waar gaat die? Ik zit klaar dat hij weg gaat, maar... Maar toch niet. Sorry, hoor. Om in Dottie gaan zitten. Zag ik nou deze gasten, joh? Oh, Bootleg. Oh, shit. En ik dacht altijd dat spoken onverslaanbaar waren, maar ze schijnen liggen in een flikker en ze zijn gewoon weg. Ik zou het leuk vinden, hoppata. Loesoe! Zat op je te wachten, Fransman! Maar hoe kan het nou dat die... Oké. Ik begon alweer een beetje me af te vragen hoe het komt dat hij zo snel weer zichzelf verstelt. Maar natuurlijk moet er weer een rode schild op me afkomen, joh. Waarom niet, joh? Man, de hele fucking tijd. Geef me nou eens een keer wat ruimte, jongens. Het is elke keer in dat geweld. In dat geweld van items. Wanneer heel veel gasten dichtbij rijden. En jij getroffen wordt met kwa. En ook nog door zo'n scherpe bocht. En we spelen nog ineens 200 cc, jongens.
Hoe is dat mogelijk? Je ziet, die Nanu, die heeft het nu al, want die zit nu te zweten. Want die zie ik nu niet meer eerst. Oh, toch wel. Maar toch... Ah, nee! Ai, boy, waarom? Weer verpest ik het, man! Nu sta ik weer achter voor fucking niks, jongen! Kom op! Focus! Ja, jongen, dat is uiting, brother. Dat moet. Hey, yo, yo, boy. Oké, vierde. Oké, geef me nou eens een keer die gunning, Mattie. Nee hoor, want er moet weer een kolen. Oh, jeetje. Oké, ik heb een banaan achter mijn reet. Oké, 1, 2, 3 en... Boeiaka! Yes, we zijn er. Eindelijk, we mogen de eerste plek overhandigen. Of ontvangen. Finally! En Nanu staat vierde. Dude. Evil Prime tiende. Oeh, ik ben blij. Nou, ik heb het mogen behalen. Salut! Yes! Fuck u rotzooi. Mount Wario AUB. Mount Wario. Jongen. Heb je twee waarschijnlijk zijn het... spelen ze co-op multi. Oh, nu is Evil Prime echt weg. Of hij gaat ermee kappen. Echt mee stoppen of hij is zoiets van... Ik ben er helemaal klaar mee. Oh my goodness. Jezus. Even mijn stem een beetje rustig aan doen met mijn stem. Want het voelt net alsof ik... wat is dat dan? Is dit wel een gekke manier met de... Meen je dat nou, joh? Zie ik het nou heel goed? Aan de rechterkant met zijn snorretje. Het lijkt net op opgeplofte Hitler, man. Of een geplofte Hitler. Ik hoop het niet. Of hij is gewoon zo, maar dude. Die kapsel, niet eens zijn snor, maar ook zijn kapsel maakt die. Kijk hoe hij heet. Jacob. Amerika. Oké, ja. Nou ja. All good, I guess. Het is all good. Nou ja, zolang het niet controversieel is, maar dit ding. Ik zit te kijken van hem. Did I see it correctly? Or am I eyes deceiving me? You know what I'm saying? Oei. Dit is altijd zo leuk als je zo'n prachtige fout maakt. Oh, ik kan me nog een hele goede sessie herinneren met Mount Wario. Super. Ik krijg een houtje. Dat is echt een hele gaaf, hoor. Heel vet. Hé, hey, jongen. Dan kunnen we de tyfus krijgen. Helemaal van boven naar beneden, echt. Hoe verzin je het? Gebergte amazing. Oh ja, natuurlijk is het linksaf. Oh jee, achteren. En gelijk denkt die Nanu, jee. Ik ben je aan het inhalen, mon frère. La la la. Kom joh. Nou. Oh, wat heeft hij weer mazzel. Hij heeft me afgeleid met die kolenbanaan. Maar ja. Zie je hoe ik het weer verneuk? Ik raak weer gespannen. Ik raak weer onnodig gespannen van hem. Slim is maar effort. Dit is lang. Heb je nou een bom, hoor?
Ja, dat bedoel ik. Waarom... En weer eentje. Ja, maak het maar af. Hoppa, maak het maar af. Maak het maar af, joh. Waarom niet, hè? Waarom niet, hè? Ik wist het. Ik had er zoiets van... Gooi die tweede schild nou niet. Gooi het nou toch niet. Wat doe ik? Ik gooi het. Ik word geraakt door twee rode schilden. Ik krijg een blauw schild omdat die net nu over de finish is. En dan sta je gelijk zevende. Ja, dat is wat je krijgt, man. You reap what you sow, B. You reap what you sow. Echt waar. Echt waar. Dit is echt ongelooflijk. En waarom... En weet je wat nog het meest debiele is van het hele... van dat hele potje? Is dat ik... een boom moet raken. Op grof snoer moet rijden. Alleen maar omdat ik me wil focussen die maar in te halen. Maar ik maak het alleen maar moeilijk voor mezelf. Op het moment wanneer je een kans creëert, hou je cool, calm en collective ten alle fucking tijden, boy. Blijf alert ten alle tijden. Laat je niet lauw maken omdat je denkt, oh shit, ik ben nu in de buurt. Oh shit, het wordt een beetje hectisch. Oh shit, ik moet niet mezelf alleen maar in de vingers gaan snijden. De hele tijd ga je goed, maar wanneer puntje bij paardje ons, schuit je 10 kleuren in je broek. En dan ga je onnodige fouten maken. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Dat is niet goed. Ribbon Road, GBA. Ik heb Superstar Circuit niet vaak gespeeld. Maar hoe ze het hebben geremaked in als classic banen. Echt super dik. Dit vind ik vooral tering hard. Want het geeft gewoon dat nostalgische gevoel van een speelkamer, weet je. Gewoon een kamer met een heleboel speelgoed. En geniet er maar van. Zoals bijvoorbeeld de knikkerbaan. Ik zeg jou eerlijk, de knikkerbaan. Het is zo simpel. Maar yet zo fucking tof. Ik weet niet. Ik ga er gewoon goed op, man. Knikkerbaan. Ik ben nooit echt een fan van knikkeren geweest. Maar knikkerbanen. Love you, hoor. Super dope. Oh, nu is het Hugo. Maar, een bom in mijn fucking flikker, joh. Shit. Oei, oei, oei. Lekker. Oh my goodness, jongens. Oh my fucking god, jongens. Lekker bezig. Ugh. Ja, joh, verdomme. Oké. Dat was nergens voor nodig. Nou, wat heb ik? Een ster. Ik sta tiende. En ik ga niet naar rechts liggen. Het leek erop alsof ik naar rechts wilde gaan, maar net zo van gedachten was veranderd. Chapeau voor jou. Nou, gaan we even een leuke shortcut maken. Zoals iedere andere. Ik wil, want. Hoppa. En een blauw schild hoor ik, dus het is goed. Dat is goed nieuws. Maar die gaat natuurlijk een rood schild gooien. Ja, dat is slim. Oh, dan sta je gelijk weer. Oh, zo. Huh? Gelijk. Oh, je bent gelijk wakker. Gelijk, jongen. Nee, bitch, wegwezen. Nou, wel geluk. Met het idee. Maar natuurlijk. Oh, no. Man. Godver. En een fucking rood schild weer. Hey, yo, jongen. En nou, achtste plek. Tiende, negende. Nou, echt. Krijg toch de touwtering, man. Doe even normaal, joh. Echt. Door één rood schild van fucking derde naar negende. Kolo, jongen. Echt. Oh, man. Jongens. Het is echt echt. Ik zit me bijna af te vragen of ik niet mijn race zit te faken. Nou, dat doe ik niet.
Echt niet. Ik zit... Het is niet dat ik uit mijn panty ga, maar mi gado, man. Wat een geouwe hoer weer, man. Wat een geouwe hoer van heb ik jou daar, joh. Bij die kon, joh, man. Mm-mm. Oh, Royal Raceway. Yes, let's go. Een homie van mij was aan het optreden in een café. Ik hoop dat het allemaal lekker is gegaan. Jee, toch? Oh, New York Minute. Nice. Ik hoop dat het echt super is gegaan. En hij gewoon lekker een zakcentje heeft verdiend. En natuurlijk lekker eten, want dat is altijd chill als je gewoon wil gaan optreden. En je krijgt dan lekker alles voorzien. Lekkere voorzieningen en al, je nou zijn. In een café trouwens. Even kijken. Tijdens het WK, toen Nederland moest spelen tegen... Ik weet niet meer tegen wie ze moest spelen. Er stond namelijk 1-1. En ik weet nog, ik had zoiets van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon van werk. Nee. Ik moest werken. En ik ging... Ik ging daarheen. Ik dacht, laat me daar ook wat eten, want ze deden ook aan het diner enzovoort. Dus had ik een 4 gangen menu besteld. Dus neem ik een... Apache had ik genomen... Gewoon rustig aan, je weet toch? Ga je dingen al die rotzooi. Dus wat gebeurt? Ja, en moet je zeggen. Ik dacht serieus, ik krijg gewoon gewoon opbouwend, weet je. Dus een klein beetje hier, dan gaat het zwaar dan rustig. Maar wat gebeurt? Ik nam dus een carpaccio en ik had. Ik nam een carpaccio, ik weet niet meer wat mijn tweede dish was. Dat weet ik echt niet meer. Godverdomme, joh. Ha, joh. Oké. Teringhaai. En, wat gebeurt er? Weer 9e koude plek, 8e plek. Damn it, jongen. En op een gegeven moment kwamen ze met de main dish. Ik nam een patat met saté. Nou, ik kreeg zo'n koude bord, Mattie. Ik kreeg een bord. Gewoon echt. Eigenlijk wilde ik niet eens patat, maar gepofte aardappel hebben. Een bakje met saté en sla, kroephoek, bro. Ik kreeg de hele koude reuter met teut. Ik dacht, my god. Dat is zo. Jongens. En ik had al nog een... En ik had al 2 dishes op. Dus ik dacht, oké. Dus ik nam die. Ik dacht, ai, cool. Vervolgens nam ik als afsluiter een apple pie. Maar die vond ik niet zo, man. Maar ze waren wel blij met mij dat ik best wel wat pesos erin heb gegooid. En dat is wel leuk. Als ik gewoon echt de money heb om bijvoorbeeld even wat te spenderen. En zeker als het om iets gaat waar ik ver van ben. En niet alleen eten. Maak ik daarmee niet druk om. Oh, 2 Belgen. De teer. Dan had ik zoiets van... Jeet toch... waarom niet? Dus naar de Comic Con gaan en je maakt die verkoper van de kraam of van de posterafdeling enorm blij. Door gewoon voor de fucking veel posters te gaan kopen. Echt heel veel. Om een game room te vullen, maar ook mensen, om ook mensen te blij te maken, weet je. Van hé, jij bent een fan van deze franchise, ik heb daar een poster van. En ik vind dat jij dat mag hebben. Zeker als ik weet dat ik daar geen ruimte voor heb. Dat is gewoon zo. Weet je? Het is echt real shit. Maar wat ik wou... Ja, nee, zeker. Dat is gewoon super dope, you know what I'm saying? Gewoon 2 Belgen. Yo, ik heb het gezien, man. Always that. What's going on, bro, brother? Kom maar lekker erbij, man. Kom erbij. Je weet toch? Crazy.
Hoppata. En natuurlijk moet ik weer een kolenblauw schild krijgen. En weet je wat er daarna gebeurt? In 9 van de 10 keer... Oh, je wilt een banaan gooien. Nou, je krijgt gewoon een muntje hoor. Waarom niet? Je staat eerst en je krijgt een muntje en daarna een kolenrood schild. Ai, boy, jongen. Ah, dit is zo kolenwack ass, jongen. Dit is echt... Ja, natuurlijk. Hoe kan dat nou, joh? Heel simpel. Hij is door je schild heen gegaan. En je krijgt gewoon een fucking... Ah, ik zweer, jongen. Fuck deze rotzooi. Fuck dit, man. Dit is echt niet te geloven. Niet te fucking geloven, jongens. Hé, die heeft zoiets van fuck jou. Maar... zevende plek. Hoe ben ik? Hoe kan dat nou, joh? Hey, jongen. Shout out naar Always Dark, man. Shout out naar jou. Wil je zijn stream checken? Nee, wanneer ga naar stream, man? Godverdorie. Check zijn content. En hij is de homie. Power jam, power move, gevaarlijk. Moeilijk games vandaag? Ik begrijp die niet. Corrigeer het even, AIB. Corrigeer het even. Als je het hebt over deze Mario Kart sessie. Gozer. Het gaat niet lekker. Laat zeggen 70-30. 70% kut, 30% flexie. En ik zeg dan flexie omdat het niet top is. Ik ben gelukkig wel één keer eerste gestaan. Maar die motherfuckers zijn. Je gaat vanzelf merken. Yo, iemand heet gewoon Thick G. Iemand heet KT, Koei Tecmo. Wat grappig. Let's go. Kijk, you be the judge, you know what I'm saying? Sorry voor de boer again. Dat is niet mijn bedoeling. Alpine Pass van de 3DS. Oh, shit. Dan gaan we even ja. Ik blijf het bewonderenswaardig vinden dat mensen kunnen racen met een motor, man. Ik kan dat gewoon niet. Ik deed eerst wel, maar nee, maar voor mij niet. Niets voor mij. Oeh, ging het goed. Zo lastig. Ja, wat de hel was dat, pikkebaas? Jongen. Ik denk, gaan we even lekker een moeilijke... Oh, nee, man! Kutvleermuizen, kom op! Shit! Altijd proberen te manoeuvreren, man. Altijd. Heel erg belangrijk. Oké, iemand is getroffen. Dan zou hij niet ontploffen. Oeh, dat rijdt. Zeg maar. Shit. Dan kan je nog een beetje timer, weet je. Maar nee. Want wat gaan we doen? We komen weer tegen dat pleuris. We gaan onnodig geouwe hoer doen. Oei. Maar hier kan je natuurlijk het super flexie spelen. Lastig. Hoe, snap je deze fake shit? Dit is zo fake, jongens. Dit is fake to the fullest. Dat kan niet. Ik heb hem genapt met een toeter. Even met een toeter en je staat nog steeds. Ja, die is er wel. Maar niet eens. Oh my god. Ja, joh.
Natuurlijk. Natuurlijk. Echt, again. Alweer vierde. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Denk ik, man. Laat me even achter die... Echt waar, deze game, jongen. Deze game, jongen. Oh my god. Deze game, jongen. Jemig. Je wordt geraakt door een rood schild. Je wordt platgereden. Ze willen je niet zien shinen. Because I don't want to see them shine. I don't want to see them shine. Dus het moet. Met map. Oh my, ja. Deze gasten zijn, bro, dit, of het is een bepaalde tijd, maar ik heb al eerder met die, nou niet met zo, ik heb, rond deze tijd heb ik ook Mario Kart gespeeld en ik, samen met twee homies, we waren aan het domineren, jongen. Maar zoals ik al zei, de ene groep is de andere, maar ja, maar de ene groep is de andere niet. Dat is duidelijk. Die moet je niet denken. Oh, ik heb even vorige keer goed. Ben ik lekker bezig geweest. Dus dat gaat de volgende keer weer lukken. Je moet echt. Nee, man. En blijf scherp. Bro, dude. Dat kon ik niet doen, brada. Beetje vertrouwen, dat kon ik niet doen. Ik heb het geprobeerd. Ik was alleen maar aan het kutten. Maar. Als je het eenmaal goed beheerst, dan kon je wel koude hard killen, man. Hou fucking op, jongen. Het is niet, was niet normaal, joh. Het is niet normaal. Echt for real, you know what I'm saying? Nee. Je kan de tyfus krijgen. Maar, ja, fuck dit. Fuck dit, jongens, echt. Ik zal me niet verbazen dat mensen aan het lachen zijn. Maar ja, dat hoort er ook bij. Dit spel, ja, want ik zou het net zo hard in de beek hebben gelegd. Hier voor je. Want hij heeft namelijk... Oh my god! Zie je? Ik heb een boemerang. Hij heeft de boemerang. En weer een kolenbom. Gelijk tegen mijn aas aan, joh. Gelijk! Jemig. En zevende plek, boys. Wat doen we dat weer zo lekker, jongens? Oh, is dark. Ik zie je voor je rijden. Please. Schiet naar voren, want waar je nu bent is oorlog. Geen patat. Geen patat, Mattie. Geen koude patat. En ik zie toevallig een bellen voor mijn flikker rijden. Speaking of patat. Of friet. In jullie geval. Koude. Of in ons geval, whatever. Weet ik veel. Damn. Gewoon zeker de kolotjes van je. Maar goed, is dat derde? Ja, en weer een vuurbal, joh. Weer een koude vuurbal. Jongen. Ongelooflijk. Jongen. Jee, Rick, met je ballen back. Vuurbal! Yes. Nee, oh. Oh, dan wordt het nog helemaal leuk. Oké. Zo, hij. Ja, de lul. Dit is een shit. Ik heb een bedoeling voor je. Maar, nee. Het is niet te geloven. Ik had weer kans, maar nee. Die freaking paddenstoel ging veel te snel. En, ja, tegen de rand aan. En had ik misschien nog enigszins tweede kunnen staan. Nou, op zich ging het ook niet. Op zich begon je wel steady met. Begon je steady, Always Dark. Hij kreeg twee. Dude, heel wat was. Ik kreeg ze. Maar vervolgens. Nee, nou, spaar, maakt niet uit. Weet je, je had die vuurballen. Op een gegeven moment kwam... door die vuurballen kwam ik op een gegeven moment... kreeg ik een hele reeks. Een hele koude reeks.
En dan vind ik het, altijd leuk als ik die streams terugkijk als ik met homies speel. Hoe zij ook helemaal uit hun dak gaan als ze, zoveel fucking items krijgen. Bro, jouw bloeddruk, Mattie. Jouw bloeddruk gaat in etappes, jongen. En niet naar beneden, niet lijnrecht, maar naar boven. Ik kan me nog herinneren met Shintje, en ik moest er wel echt... Daar moest ik zo hard om lachen. Want voor degene die... Oh, kijk, een Braziliaan. Lekker. De moeder van Shin-chan, Mitsi, in het Japans heet ze Misa. Hè? Die, je weet hoe ze altijd een hoge bloeddruk krijgt van dat kind, weet je. Op een gegeven moment gingen ze naar een soort physical test of zo, weet ik het. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik echt een blunder maak. Oh, Sydney Sprint. En... Toen gingen ze zeg maar de bloeddruk meten. Ja, de bloeddruk is altijd heel hoog. Nee joh! Zo, ik vond dat zo grappig jongen. Dat die dacht, ja, je bloeddruk is aanzienlijk hoog. Ik heb zoiets van, meneer, je... Als jij weet wat je... Als jij weet waar zij dagelijks mee is opgescheept. Niet Gadoman. Oh. Deze jongen is... Oh, maar hij is wel geniaal, man. Oh, ik moet er bijna naar rechts gaan. Is het een... Oh, jeetje. Ja, ga dan maar lekker er langs. Graag worden door je eigen kolenstuk. Nee hoor! Nu gaat het... Oh my god! Nee, Kolo. Ik weet niet waar je bent, Always Dark, maar hopelijk dat het in het voordeel is. Oh. Een mother effing. Ongelooflijk, you! Kolo Blitzen. En een rood schild, jongen. Hele scenario's, jongen. Ik ga niet eens wat zeggen. Mag ik een bullet bill AUB? Oké. Goeie motherfucking mensen. Nee joh, hoe kan dat nou? Wat was... Hey boy! Shit, kom op man. Hey. Hier, wegwezen. Ai, ai, ai. Nee, oh my god. Ja, stop maar. Het is, ik zweer je, jongen! Het is, ik, godverdomme. Oh! Hey, dit is niet, dit is volgens mij echt het toppunt van Unnecessary. Ik heb een vuurbal, echt. Het is niet te geloven. Het is gewoon niet te geloven, joh. Ja, ik sta tweede. Ik word geraakt door een kool. Ik word geraakt door een rood schild. Ik heb een vuurbal. Vuurbal. Maak geen gebruik van mijn vuurbal. Ik heb een rood schild die ik maak. Alleen maakt alleen maar moeilijk. En dan word je geraakt van alle kanten. Sta je gelijk zevende. Je kan de tyfus krijgen. Yo. Fucking. Echt ongelooflijk deze game, jongen. Echt waar. Goede content hoor, leuke content, maar... Ai, zwaar. Ik ga trouwens... het wat korter houden dan gepland. Toch nog even wat dingen doen. En nee, het is geen rage quit hoor, want... Dat niet, maar ik moet
Maar we moeten even kijken hoe het gaat lopen. We gaan gewoon even doorracen. Ja, nee, ik moet wel. Want ik moet nog die... Nee, ik moet zeker wel. Want ik moet nog die schema gaan maken. En nog even wat aankondigen qua streams voor de komende... Voor over 2 weken. Dus ik moet... Nee. Ik moet even... Dat is op zich niet... Oh ja, ik moet even voor mezelf kijken of we me gelukkig om die shortcut te nemen. Imo, Duitser, joepie. En die gaat natuurlijk wachten bij die shortcut. Oh, toch niet. Niet dat het heel veel nut heeft hoor. Maar... Tenminste, wat hij deed hè. Oh man. Ik denk ik ga nu even rekening houden, kom ik tegen een struik aan. Ik kom gewoon tegen een struik aan. Het is me gewoon niet gegund, joh. Nou ja, laten we gelijk zien dat ik wel in een... deze Gamecube baan, jongen. Oh, de memories, man. Dankjewel. Als het de padden zo zijn ze leuk wezen, maar ik denk het niet. Nee, kom maar. Zo. Oh nee, ik heb het. Jongen. Shit. Mooi. Het is zo mooi. Ja toch! 1, 2, 3 en 4. Olé! Derde plek, jongens! Goed. Sweetness. Het lijkt net alsof men met Waluigi toch wel meer kans maakt, joh. Hey! Stay hydrated, boys. Stay hydrated. Mario Circuit, die hebben we ook nog niet gehad. Oh, ik begon een beetje te schrikken. Dan is het stream deck een beetje gek, nee, maar dat was alleen maar voor korte duur. Oh ja, even lekker geluidjes. Vergeten geluidjes pasen. God, gloeiende heer. Dat is niet de bedoeling om zo flink te vloeken. Ga ik ook niet zo langdradig doen? I am Pepe Le Pew. I'm a lover, not a fighter. Pepe Le Pew mag dat ook zeggen. Halloween. Uit. Ga weg! Get the fuck out of here! Man, het lijkt net alsof ze expres voor je neus gaan rijden. Niet dat ik het zo... Dat weet ik niet zo doen, hè? Hoe dan? Je werd toch geraakt door een fucking rood schild, man! Hoe dan? Come on, joh! Ah, joh! What the fuck, man? Dit is een weird ass shit! Ah, weer een kop. Hey, donder nou toch op! Dit is zo fucking vals, man! Donder op, joh. Echte mensen racen. Ja, joh. Motherfucking hell, jongen. Hoppa! Wegwezen.
lastig. Nee, joh! Ai, maar echt die kutbom, jongen! Ai, shit! Hey, joh, jongen, kom op. Hier. Hapslik, hapslik, hapslik. Hap, 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 weg, weg, weg. Tjoh, jongen, jongen, echt. Je bent niet los. Hoppa, no. Ja, dankjewel, joh! Verdomme nog aan toe! Maar, geen stress, we staan derde. Goed, nog één race. Voordat we hem voor gezien houden en overstappen naar de schema. Ik ga alvast klaarzetten. Dat is, jullie toch? Even klaarzetten. Waar de car met map? Schedule, ja. Yes. In principe kan nu wel gewoon zo gaan. Kan gewoon zo gaan. Schedule, kon joh. Shit. Oh, wacht. Yoshi Valley. Sorry. Mooi. Jo, vast klaar. Kan ik ook of ga ik het even met jullie delen? Nee, hoeft niet. Nou. Even kijken. Nog één race. En ik ga proberen niet mijn stem te verven, want mijn keel wordt alleen maar daar. Mijn keel gaat er echt. Oh, weer snow je maat. Oh, ze is Japaner, joh. Nu pas heb ik... Zo, nu pas zie ik het. Hallo. Gaan ik speel daar de hele tijd in. Goed. Oh, hij ontwijkt gewoon die. Hij zit ervoor. Zo, wat was dat voor... En hij raakt me alsnog. Kom. Je gaat yo in voor een treat wanneer ik met de homies het ga spelen. Ik ga dit keer niet diezelfde fout maken. Gewoon een... Ja... Deriantje. Die twee... Oh, ze reed ze echt met diezelfde kar. Alles, joh! Vier afgekeken, joh, verdomme. Ik heb vandaag nog een muntje terwijl ik tweede sta. Hallo, vandaag. Nou. Nee, dit klopt niet. Dit klopt niet. Twee, drie keer aan toe een muntje. Drie keer. Ah, je kon je man, jongen. Je staat tweede en tot drie keer aan toe een kolo muntje. Jullie zijn lauwe, jullie kolo hoofden, man. Kom, joh, man. Uit. Even rust. Even rust in de tent. Ja, zit een delay of zo. Ik weet niet wat het is. Super irritant. Maar ja, goed. Het is even niet anders. Dit was namelijk het laatste... Ja, het zit echt een delay in. Wacht, hè. Een communication error zelfs. Nou breekt mijn klomp. Weet je wat? Voordat ik hem afsluit, wil ik wel even kijken... Oh. Even kijken naar de stats. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik heb volgens mij 11.588 muntjes, baby. Oké. Nou, sweet. Dat is lekker. Ja, ook vreemd. Ik snap er ook geen reet. Ik snap er helemaal niks van, gozer.
Maar het is wat het is. Ik. Laten we even overgaan naar. Naar de relaxing mode. Want. Zo. Oeh, dat voelde goed. Even een beetje rekken. Even wat kraken wat te kraken valt. Wat gelukkig ook gewoon gebeurt. Ik weet niet of er. Of ik. Ja, ik heb een PC-screen. Die heb ik. Facecam gaat even uit. Oh, nee. Ik bedoel, de capture card gaat even uit. En natuurlijk. Oké. PC-screen. Juist. Oh, hij is volledig. Hij is volledig. Sorry daarvoor. Hij hoort. Oh. Ik wil hem alleen maar verkleinen hoor. Hallo. Oh god. Ik zet hem even eruit. Want anders ga ik alleen maar geïrriteerd raken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar effort. Oh ja, dat is ook niet de bedoeling. Goh, gloeiende. Nou is hij. Nou zeg. En mijn facecam is gelijk 2 keer zo groot. Nee. Oh nee, ja, wat doe ik nou weer? Ik wil het alleen maar verkleinen. Laat me gewoon lekker. Jezus, Mina. Je mag hem gewoon niet verkleinen. Kijk, en dan gaat hij gelijk. Dan gaat hij mee met die cam. Weet je wat we doen? Voordat ik... We doen gewoon zo. Het is even wat het is. Ik speel even nog de tune af. Oh. Want, natuurlijk moeten we weer, want ik had, zo. Gaan we even weer de tune, woehoe! Daar gaan we! Yeah! Amma, I love this one. Oké. Mededeling. Vanaf 6 februari 2023 tot en met tot 12 juni speelt deze periode school een rol. En ik ga even 1 kers pakken. Ik heb nog even fruit gegeten. Want het is tijd om mijn school af te ronden. Na een jaar lang afwezig te zijn. En daar gaat gewoon heel veel tijd in gestoken worden. Dus dat betekent nog niet dat. Dat betekent niet dat aankomende week. De drukte gaat beginnen. Om maar zo te zeggen. Nee, nog niet. Nog niet. Maar ik ga er wel op. Teren door onder andere even kijken naar de schedule door bijvoorbeeld echt niet langer dan zeg maar minimaal een uur tussen 1 en 2 uur te streamen. Dat ga ik sowieso doen. Of in het Rolexus of in het weekend. Ja, toch? Ja. Nog een kers. Ah, cool. Ik ben wel span. Oh, ik kan die andere nog niet uitzoeken. Hallo? Dus. Jullie gaan me gewoon nog zien. Maar niet zo snel. Niet meer zo vaak. In die periode. Maar als ik dan er ben,
check, hou gewoon de schedule in de gaten. Ik ga proberen dat wekelijks nog steeds te vasthouden. Maar geloof me, het kan makkelijk gebeuren dat ik 1 week gewoon niet stream. Of misschien zelfs 2. Hou dat alsjeblieft, hou daar rekening mee. Of dat ik maar 1 dag maar ga streamen omdat ik gewoon de tijd moet vullen. Kijk, het kan ook gewoon zijn, activiteiten komen er ook bij kijken. Zoals bijvoorbeeld naar verjaardag gaan. En, of naar, in mijn geval, Battle Rip Event. Want eentje staat al gepland voor 26 februari. Waar ik als bezoeker dat ik ga bezoeken. Dat wil ik in kunnen voorkomen. Maar dat had ik ook al gewoon daarvoor. Maar nu wordt het gewoon wat meer low-key. Is het een... Kan dat zeg maar mijn doelen belemmeren? Het enige doel dat ik echt heb is affiliate worden. En dat kan. Maar tegelijkertijd, zodat ik wel zo'n koude gomang doe. Maar dat betekent niet, dat kan, maar dat betekent niet dat ik er niet ben. Ik ben aanwezig, maar gewoon niet zo vaak. En voor aankomende week ga ik... Ik heb natuurlijk deze week 5 keer gestreamd. Aankomende week wordt het 3 keer. En dat wordt namelijk op een maandag. Op een dinsdag ga ik een stream houden. Dan ga ik Mario Kart... Dan ga ik opnieuw Mario Kart 8 spelen. Want dan ga ik het met de homies doen. Dat doe ik om 8 uur. Dus ik begin dan... Ik begin om half... Ik start dan 7:45 en de stream gaat dan... De stream gaat sowieso 2 uurtjes, 2 uurtjes duren. Of tot hoe lang de sessie gaat verlopen. Dus dat tik ik even in, even kijken hoor. Rooming with the homies. Met... Sorry, oh wacht. Ik mute even de microfoon om het tikken te voorkomen. De eerste hebben we alvast binnen, dat is Mario Kart. Deze van zondag, die kunnen we weghalen. Want we gaan namelijk alleen door de week streamen. Door de week ga ik streamen. Donderdag, ja, dat, ik ga echt proberen retro... Ik ga retro donderdag echt serieus. Nog vast te houden, Isabi, toch? En, maar we gaan wel dan voor aankomende retro donderdag gaan we wel een hele vette... Ga ik wel een game spelen die ik nog wil uitspelen. Ja, ik wil het wel aan jullie laten zien, maar ik heb geen zin om te gaan kloten met de OBS, man. Sorry. We gaan namelijk Majora's Mask gaan we spelen. Man. Even weer muten. Dus met Majora's Mask, jongens. Ja, toch zeker weten. Nou, ik ga het trouwens ook gelijk delen, hoor. Ik ga het ook gelijk delen. Dus dan gaan we over naar de volgende. Dat is voor... Het wordt een vibe stream. Daar ga ik trouwens... Dat wordt een poké vibe stream trouwens. Dat wordt... Ja, dat wordt ook gewoon dezelfde tijd. Dan gaan we lekker... Just chatting.
gaan we een beetje van alles doen. Ja, een beetje freestylen. Of zoals mijn broer het altijd zegt, sauzen. Sauzen met Pokémon. Sauzen met Pokémon, maar waarover? Ja, we kunnen natuurlijk... review. Even kijken, just chatting. Vrijdag hebben we even refreshen. Ja, ja, dit is het precies. En als er wijzigingen natuurlijk komen, dan kunnen we natuurlijk altijd de... Even kijken, kunnen we altijd... Geef je dat sowieso aan op Discord? Oh ja, ja. Yes, yes, y'all. Ja toch, gruwelijk. Ja toch, gruwelijk man. Dankjewel. Goed, nieuwe Discord. Discord, Discord, Discord. Streamschema. Oké. Nieuwe schema. Van week. Zijn we in week 5 trouwens? Even kijken hoor, want... Week 4... Ja, week 5 zijn we. 30 januari... tot en met... Even kijken... 5 februari... Zo. Gaat dit zo... Goed. Oké. Okay. Ik ga trouwens ook... dit hele verhaaltje even door, ook na de stream in de Discord ook beschrijven. Dat het gewoon qua, gewoon een mededeling, gewoon, dat het gewoon wat streamen, gewoon wat low-key blijft. Maar dan voor de mensen die er nu zijn, die weten nu van oké, de aankomende week wordt het al, we hebben nog een vaste routine. En daarna gaan we gewoon, dan gaat het allemaal gewoon, dan zien jullie vanzelf hoe het gaat verlopen. Het wordt heel erg... Het wordt wel een flinke improvisatie, dat kan ik je wel zeggen. Maar maakt verder niet uit. Want wat ik ga doen... is lekker de boel afsluiten. Mijn keel even rust geven. Even nog een kersje eten. Want, want ze zijn lekker. Oh ja. Dus de schoen gaat ook nog... op YouTube staan. Dus check op YouTube mijn channel. Om deze o zo gekke sessie te zien. We gaan naar de raid mode. En dat wordt onze The Lovely Majestic Madness 515. Een hele toffe supporter. Ik geef haar even een shout-out. Want ik vind haar echt een super meid. Ze komt daar. Ze is een... African American uit Washington. Lekker volop bezig. Volg haar, want zij heeft ook hele toffe content. Zo'n moeilijke... echt een moeilijke Kingdom Hearts fan. Dat is echt absurd. En we gaan haar gewoon lekker raiden. Boys and girls, heel erg bedankt voor het kijken naar deze stream. MC The Tick is signing off. Keep it locked. Keep it loaded. Keep it gangster, mentally, not physically, otherwise you're gonna get yourself killed. MC The Tick signing off. Geef even nog voor de afsluiter een purple heart. Geef even nog een purple heart. Ik ga dat zeker mee doen met meerdere kijkers. Purple heart, and we out. Yeah. Oh, 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 oh. Oh. En laat me ook even zelf een purple heart geven. Weet toch om mee te doen? Als ik hem wel kan vinden trouwens. Maar waarschijnlijk kan ik hem niet vinden. Oh my god. Oké. Ik kan hem niet vinden. Sorry. Hey. Peace out, man. Laters.